Hey, goeiemorgen. Het is een beetje donkere wolken boven Grollo en omstreken. Ik loop gewoon met twee hondies. Hey. En dit wordt heus wel beter, toch? Maar, hey, het hoort erbij. Hoort bij mij. Oh, ja, misschien anders toch maar alles eraf of zo. Maar, dat maakt mijn vriendinnetje uit. Dus dat is niet handig. Hey, en hierboven ga ik vrijdag naar Hoesie. Hoesie Barber, Hoesie. Ga ik eens even met hem bijkletsen. Dat is lang geleden. Het was niet al te ver voor de coronacrisis, gelukkig. Maar er is wel heel veel gebeurd natuurlijk. Wat is er allemaal gebeurd? Nou ja, niet heel veel. Ik bedoel, er is alleen maar een vrouw in mijn leven gekomen. Ja, dat is wel leuk. Goed. Donker, hè? Ik vind dat die... Had ik het al gezegd? Ik vind het soms vervelend dat mijn kamer er lang... Hebben jullie daar ook last van? Ik heb twee dingen last op deze telefoon. De camera die dus nogal langzaam is. Met donker lichtwisselingen. In ieder geval de selfie camera. En ik heb echt geen telelens op de selfie. Dus dan kan je geen leuke effecten krijgen. Of is het ook wel leuk? Kijk, als ik nou in Groningen had gelopen, dan was het zo geweest, toch? No aardbeving, maar... Wat heb ik nu? Ik hang die allemaal gekke kunst in het bos. Daar hangt er één. Wel meer toch? Ja, die zat precies achter een boom verstopt. Daar hangt ook één. Nou ja, allemaal gezichten. Gezichten in... Zie je dat? Of ben ik dat? Die gezichten in de bomen. Kijk, een piratenvlag. Piratenvlag, zie je dat? Ja, piratenvlag. Kan je hem zien? Piratenvlag? Kan je dat zien? Ja, toch? Echt een piratenvlag. Vanmorgen had ik nog een echte... ik heb Chickie verteld dat het een papegaai is. Dus vanmorgen had ik nog een papegaai op mijn schouder. We zijn in training. Koen de piraat en Chickie de papegaai. Maar ik heb dus twee honden. En ik heb geen... Mijn vriendinnetje is nog die... Die zit nog in een ander ritme dan ik. Kijk, en hier, als je dus gaat klimmen bij Joytime, heb je 12 min. Of ja, tot en met 12 gaat die kant op. En 13 plus gaat die kant op. En vanaf 13 plus. En nou, dat is ook wel leuk. En dan heb je dus de tut en de rut. Dat is, kan je dat zeggen? Tut en de rut. Dus dat is het. Ik gok dat Drents is. Ja, ik weet, ja. Ik ben de Drentse taal nog niet echt heel machtig. Nee, misschien moet ik een keer naar het Drentse Taalinstituut om daar eens te kijken van een taalkursus. Ik weet, ik kan gewoon wel wat gekke dingen zeggen of wat uitdrukkingen van goh, ik sta op tijd of ben je wat nodig? Nou, ik ben Koen. Verder rug, toch? Ja, Cosmo is al daar, hè, Sam? Maar mijn vriendin die was... Nou, mijn jongens kwamen om 7 uur. En ik weet niet of jij ook kinderen hebt. Maar bij ons op school... Samuel zit in groep 4. En Simon zit in groep 7. En op de ene dag gaan de oneven groepen. Dus vandaag is Simon naar school. En morgen mag Samuel naar school. Dus dat is... Daar heb je nog niks aan. Al is de... er is geen thuisonderwijs. Dus je hoeft geen leraar te spelen. Maar het is nog wel zo dat je een kind moet entertainen. Maar ik had voor morgen heb ik al een leuk programma. Of een leuk idee. Om een nieuwe lading eieren te scoren.
Dus dan mag Simon even gaan nadenken hoe hij dat dan wil. Of we dan bij dezelfde... Oh, een konijn, zie je? Een haas. Een haasje heb je. Zag je dat? Zie je hem? Heus wel puur natuur. Hey. Dit is de tweede rotonde van Rollo. Ik zeg altijd, ja, Rollo heeft maar één rotonde. Maar dat is dus niet waar. Dit is de tweede rotonde van... En dit is de leukste. Dit is wel de leukste rotonde van Rollo. Ja. Maar als je dus naar mijn huis wil, moet je niet bij deze... Ja, als je dan bij deze rotonde bent, dan moet je terug. Als je bij deze rotonde bent, dan is mijn huis... Is zeg maar daar bij die... Zie je die keet? Zie je... Ja, wel daar. Daarachter. Maar als je hier bij deze rotonde bent, moet je me even bellen. Van hallo, ik ben bij de rotonde, hoe zit het nou? Kom, rennen. Gekke honden. Pjoe, ga pakken Sam. Ja. Goed. Morgen gaan we kippen scoren. Of nieuwe eitjes. En dan gaan we opnieuw beginnen. Nou, de eerste poging was één kip. Ik hoop dat de kip... Ja, misschien is het een haan. Maar 1 op 8. We hadden 8 eieren. Daarvan zijn er 5. 5 zat iets in. Er zijn er 4 uitgekomen. Dus dat was 1 op 2. En toen zijn wij waarschijnlijk... Ja, hebben ze niet warm genoeg gehouden. Of niet genoeg hygiëne maatregelen. Dat ze... bacteriën van onze handen krijgen. Want ja, kuikens moeten natuurlijk ook 1,5 meter en heel vaak hun handen wassen. Nou ja, het is natuurlijk sneu. Kom maar! Sammy, Cosmo, kom! Rennen! Kijk, dan. Mio. Het is natuurlijk sneu als er... als drie uit een ijzer komen. Zo, doen we die even zachtjes met elkaar. Als er 3 uit een ijzer komen en dan op een gegeven moment dood in je hand of in een hokje liggen. Dat is niet zoals je het wil. En kijk, die kippen, is de bedoeling dat die eitjes gaan maken voor de gasten van de ranch. Dus dan moeten ze wel groot worden, anders dan leggen ze ook geen eieren, toch? Dat is volgens mij wel een fundamenteel dingetje. Dus wat was er eerder, de kip of het ei? Zonder kip geen ei, maar zonder ei ook geen kip. Ja, dat is wel waar. En Simon, die had het erover, die had gezien dat Milan Knol gemillimeterd roze haar heeft. En Simon wil dat ook. Dus ik denk, ja, Simon heeft iets lichter, maar wel donker haar. Dus ik denk dat we dan eerst zijn haar moeten millimeteren. Nou, dat kan. En dan moeten blonderen. Dat gaat stinken. Ik heb ooit wel eens een vriendinnetje gehad waar ik het haar wel eens van mocht blonderen. En dat is een... Blond is prima, dus dat was een prima investering van tijd en stank. Maar, en daarna roze verven. Nee, ik weet het niet. Dus dat kunnen we ook. Ik denk, dat wil hij misschien liever met zijn moeder doen. Maar ik kan natuurlijk altijd even een sportstreep met het ondeugje. Oh, sorry. Oh. Hey. Pew. En verder niks. Dus ik wens jou een fijne maandag. Misschien moet ik petjes gaan. Oh, en trouwens. Bijna. Ik wil Jessica nog even bedanken. Ik heb van Jessica allemaal Efteling Albert Heijn kortingsbonnen gehad. Dus wanneer ik over 2 weken en 3 dagen. Dus dat is over 17 dagen. Ja, het is vanaf de 11e aan de 28e. Ik heb op de planning... Om de 28e aan de slinger te gaan.
Of ik heb op de planning dat Nicolette, omdat ik gewonnen heb met de 21 dagen challenge, dat Nicolette mij op de 28e meter naar rechting. En ik heb ook op de planning dat we daar heel toevallig Rick tegenkomen. Rick, ik bedoel, Dylan Hagens heeft Rick. Maar ik heb ook een Rick natuurlijk. Dat is een beetje mijn Zuid-Rick. Rick Tutorials. En de vorige keer dat we in een pretpark waren, was in Fantasieland. Dat was goede content. Dus ik moet in ieder geval een dikke powerbank meenemen. Had ik al verteld. Twee dingen waar ik aan deze telefoon niet helemaal blij mee ben. De selfie-camera. De donker-licht-balanswisseling. En de batterijencapaciteit. Nou gebruik ik iets meer stroom dan de gemiddelde smartphone-gebruiker. En ik wist dat deze wel een beetje aan de krappe kant was. Maar ik dacht, ja, ik moet een telefoon hebben, ja. Dus als ik mijn oude telefoon, als die weer gerepareerd is of zo, of als ik daar een nieuw model van krijg, want ik weet niet hoe makkelijk dat scherm te maken is. Maar als die weer doet, dan ben ik heel blij dat ik weer een hele dag op een accu kan. En niet na een paar uur alweer van, oh jee, waar is een lader, waar is een powerbank? Wel een voordeel van de kleine batterij is dat die weer heel snel opgeladen is. Maar ik heb liever eentje die je in 2 uur moet opladen, dat je dan 2 dagen ermee kan doen. Als eentje die een half uur vol is en die dan ook weer een half dag levert. Snap je? Dus, hey, vanuit het bos. Groetjes van Sam en Kos. En groetjes van Koen. Doei.